Give me 1,500 baht. I know the big guy inside. I will take you inside. Zo lief, van Sonja en Silke. Nou, ik ga jullie straks op Schiphol beantwoorden. Super lief. Wat vind jij ervan dat we er bijna zijn? Bijna zijn? We moeten nog 12 uur vliegen en 4 uur wachten. We zijn nog lang niet. We zijn de eerste in de rij. We hebben het echt super goed gedaan. Zo druk is nou ook weer niet. Althans, nu niet. Nu is het 11:30 en we zijn inmiddels aanbeland in de ABN AMRO Lounge. En wat een geneugte. Dit is vakantie. En kijk eens naar het uitzicht zeg. Prachtig. Sorry mensen, je moet harder praten. Met al die mensen om ons heen. Maar we wachten op China Airlines. Dat is niet hard. We wachten op China Airlines. Dat we in mogen stappen. Maar ja, deze reus, die wordt snel te groot. Dus we moeten gewoon achteraan sluiten. Er worden nog de laatste schroefjes aangedraaid en dan kunnen we gaan boarden. Wij nodigen passagiers met rij nummer 25 tot en met 39 nu graag uit om in te stappen via gate E8. Alle andere passagiers... Mag ik de cabine niet filmen, dus tot straks. 请将手机行李放在座位上方的座位，同时请您放置。Salam, with the rest. Ladies and gentlemen, welcome to Bangkok. For your safety, please remain seated with your seatbelt fastened until the buses are turned off. Het is nu 6:15 hier in Bangkok. Goedemorgen.
kwart over 1 in Nederland. We hebben een leuke vlucht gehad. Het was zeer aangenaam. Een beetje turbulentie op het einde. En een meisje van een jaar of 5 met verbale ADHD. Maar voor de rest, prima vlucht. En hier moeten we wachten op het stempeltje in het paspoort. Ik heb mijn stempel. Eerst een stempel en een nieuw paspoort. Wow, dat is wel een hele mooie. Ik hier. Ja, nee. Hm? Oké. Volgens mij wel. We hebben even uitgerekend. We zijn precies 13 uur onderweg geweest vanaf Schiphol tot het inchecken van dit hotel. En hier, deze dame die heeft inmiddels al uitgecheckt. Nou, dit was de oost van vandaag. Vond je het wat? Doe even een duimpje omhoog. En als je vragen of opmerkingen hebt, laat het ons weten via de bekende kanalen op Facebook, Twitter of Instagram natuurlijk. Later!